Erik ter Stal en Erik Wünsch hebben samen de film Alberta geschreven en geregisseerd. Vanavond ga ik met ze mee naar hun première. Het is wel mooi geweest, jongens. Okay, bedankt, hè. Jullie kunnen weer naar huis. Ja? Eddie. Nog iemand in pak. Hey, ja, overdressed voor spoor 5. Okay, hij is nog een beetje underdressed. Ik stel het uit wat later vanavond. De film gaat over iemand met een midlife crisis. Gaat het over een van jullie twee? Nou ja, allebei een beetje. Ja. We hebben allebei misschien wel onze Alberta gehad ergens onderweg. Weet je, onze theorie is dat mannen die blijven heel lang puberen en succesvolle mannen nog veel langer, omdat ze zich dat kunnen permitteren. Ja. Dat is een beetje de basisgedachte. Ja, is dat zo? Ja. Ik kan niet heel snel zeggen dat ik volwassen ben of zo. Weinig mensen in mijn omgeving, denk ik. En nog, ben je nog steeds aan het puberen? Ja. Ja, echt waar? Ja. Hoe dan? Nou ja, het leven moet toch een beetje een spelletje blijven en zo, weet je. Ik bedoel, je moet altijd een beetje kinderlijk in het leven staan. Maar als je beslissingen maar enigszins volwassen zijn, dan is dat niet erg. Hij vroeg of ik met hem meega daarheen. Het is niet heel ver. You know, if you sleep with the babies, you wake up in this shit. Alberta, Alberta. De wisselsoep is de courgettesoep. Hoe gaat het tijdens het schrijven? Ik kan me voorstellen dat er ook momenten waren dat jij een ander verhaal wilde vertellen dan Erik. Er zijn sommige dingen die gewoon heel erg goed werken als we dat samen doen. Dan zijn we ook klankborden van elkaar. Want normaal is alleen je cameraman is klankbord en je acteurs. En nu heb je iemand die daar dichter op het proces staat. En ja, dat is handig gewoon. Maar hebben jullie een afspraak van dat één iemand het laatste woord heeft? Nee, dat hebben we bij de vorige film op een gegeven moment wel gehad, omdat we... Wie had dan het laatste woord? Eddie. En ja, maar in de montage weer jij. Hoe heeft dat uitgepakt? Nou, dat was een goede afspraak, omdat je op een gegeven moment... moet je een knoop doorhakken en dan weet je van... Je kan niet twee halve films maken of zo. En dan, als we die afspraak eenmaal hebben gemaakt, dan werkt het daarna gewoon heel makkelijk. Ja, en was dat een goede beslissing? Ja, dat denk ik wel. It's Dragonfoot. I think we're gonna spend a couple of days here. Doe niet zo Nederlands ongastvrij. Het is heel onvolwassen en bepaald niet aantrekkelijk. Hoe komen jullie nou op een nep-Indiaan? Wie heeft dat nou bedacht? Nou. Ik weet niet of het een nep-Indiaan was, maar waar jij wel snel mee kwam, was dat het een charlatan moest zijn. Een charlatan, dat was een charlatan, ja. Een soort semi-spirituele oplichter waar wij nooit in zouden trappen, maar waar bepaald type vrouwen gevoelig voor is. Ja. Ik weet niet of dat het uiteindelijk... En dat is dus het seksistische element van de film, die nogal prominent is. Ja. Van de jongen met zijn gitaar en zijn lange haren, die vroeger de leukste meisjes in de klas wegpanden. En de didgeridoo. Terwijl wij dachten, hij speelt toch hartstikke slecht en het zijn bovendien allemaal covers. Ersin Kiris en regisseur Eddie ter Stal maken zich op voor de première van de film Alberta. Die hebben nog een glitterpak liggen ergens. Jullie zijn familie, zie ik. Toch? Hey. Hallo. Allemaal rood. Ersin, allemaal rood, ja. Hey, Ersin. Dat doe je altijd met de familie? Ja. Nou. Ja, omdat ook gewoon tijdens het draaien zijn ze ook betrokken. Bert is dus meegeleest, maar ook naar Canada. Dat soort dingen. Ik heb zelfs nog een klein rolletje gespeeld. Oh, kijk, de huisdieren spelen ook altijd een rol. Kijk, hier heb je de lege waan. De lege waan. Evert. En Johnny de Mol moest doen alsof het zijn eigen huisdier was. Dit is onze papegaai. Lorre, die kan heel goed met een lepel rammen. Wauw. Nou, tot zo op de rode loper. Doei, doei. Wel leuk dat je dat zo deelt met je familie. Ik kan niet wachten. Leuk dat het begint. Nou ja, gewoon kijken of men lacht om de grappen. Het is gewoon een comedy, dus dan merk je meteen of je aanslaat. Men lacht of men lacht niet. Ja. Ik bedoel, bij de Test Queen werd heel erg gelachen, maar... Dit kan wel een heel andere zaal zijn, je weet het gewoon niet. Het is echt, Dus de zaal kijkt naar de film, jij kijkt naar de zaal. Ja. Eddie. Hij moet naar de test. Hij moet testen, ze de film gewoon. De film testen? Ja, dan gaan ze even kijken of het geluid goed is en het beeld. Heb je Eddie gezien? Eddie. Eddie. Het is hem niet. We waren hier net ook al. We zijn terug op dezelfde plek. Regisseur, ja.
We gaan even kijken of het licht genoeg is, of dat en het geluidslevel, of het niet te hard is. En? Nee, volgens mij is prima. Alberta! Alberta! Dit is een drone shot. De drone heeft snel omhoog, weet je, en dan zie je het hele land. Eva. Hoe is het om twee regisseurs tegelijk te hebben om op de set? Ja, het ging heel goed eigenlijk. Ja? Ja, dat was heel fijn. Maar ook omdat Eddie zich vooral richtte op de acteurs. En Erik meer op de techniek en de lichten en de camera en zo. Shalom. Assalamu alaikum. Marhaba. Guten Tag. Hello, Marleen. Het maakt ook wel. Je had Eddie dus kunnen schrijven. Heb jij dit geschreven? Waar is de familie, Eddie? De familie is daar. Ah, ik zie ze al. Hoe heet die meisje? Godfried. Ja, die is al in 50 landen op de wereld geweest. Op de Chinese muur heeft hij gestaan. De zetel van de paus. Weet ik wel, het Witte Huis. Heb jij dat gedaan? Waarom? Nee, dit is grappig.